Bij mijn vriend André Teunissen van de Digiwijze.nl staan altijd de leukste gadgets te kijken. En in dit geval de upgraded versie van de stofzuiger waar de hele familie, inclusief zijn partner, blij mee is. André, dit huis gebruikt al heel lang een robotstofzuiger. Welke? Ja, precies. Ik heb tot 5 jaar lang de Neato gebruikt, waar ik heel erg blij mee. Ja. We noemen hem Stoffie. Ja. Maar we hebben nu Stoffie 2.0. En dat is de Xiaomi. Xiaomi. En dan de S1 versie. En wat is daar anders aan? Hij loopt niet vast. Dat is handig. Ja, hij loopt allemaal netjes overal overheen. Ja. En stofzuigt ook stukken beter. Stukken beter. Ja. Prachtige app. Hij de hele omgeving wordt in kaart gebracht en zo. Ja. Nou, zet hem eens even aan. Laat zien. Je hebt die app zien. Ja. Waar heb je hem besteld? Ik heb hem uit China besteld via AliExpress. Na het kijken van Lubach en zo, ja. Ja, precies. Okay. Start clean. Ja. Starting to clean. En hier zit hij onder. Daar komt hij. En daar komt hij. Hij is ook minder lawaaiig dan de vorige, hè, geloof zeker, ik. Dus hij gaat gewoon hier. Gaat hij lekker. Starting a new clean. Oké. Okay. Dus en wat is het voordelen van, hoe heet deze nou? Heet hij nog steeds Stoffie? Stoffie 2.0. Stoffie 2.0, zeg maar. Ja. Dus hij gaat hier lekker in. Hij kan ook over de poten heen. Vroeger moesten jullie alles opruimen. Dan kon die andere niet. Daar liep die vaak op vast. Dan stond de stofzuiger weer schuin. Ja. En deze die hobbelt overal netjes overheen. En ook dat stoffertje ernaast. Maakt dat het allemaal wat schoner wordt. Oh ja, dus hij gaat ook echt de hoeken in en zo. Ja. En je hebt hier allemaal sensoren en camera's en dingen. En hij werkt gewoon je hele appartement uit. Oh ja, dat is dat dingetje aan de zijkant. Dat kleine stofzuigertje, dat dingetje. Dat helpt echt. Ja, dat helpt echt. Ja, ik ben erg tevreden met hem. En niet alleen maar jij als gadgetman, maar jouw partner vindt het ook geweldig. Ja. Ja. Dus die mag gewoon, dat is een van de weinige digitale dingen die mag blijven. En even kijken, wat kost dat ding? Deze was iets van 230 euro, zoiets. Ja. 230 euro. En dat in vergelijking met zo'n Neato. Ja. Nou, die is rond de 800. Oh. En deze doet het hetzelfde, misschien nog wel een stukje beter. Oh ja, heeft hij wel CE-markering? Ja, maar dan wel met een extra spatie ertussen. Oh ja, ja. Wat is het ook alweer? De Europese, maar in China hebben ze dat naast elkaar. En dan, Lubach, die heeft dat heel duidelijk uitgewerkt. Maar deze, minder lawaaiig, beter zuiger, overal overheen. Overal overheen. Hij heeft een prachtige kaart. Hij mapt hem helemaal netjes, mijn huis mapt hij helemaal netjes. En laat hij zien waar hij gestofzuigd heeft. En ik kan ook, ik hoef niet meer met een bandje iets af te bakenen, maar ik kan gewoon een virtuele muur opzetten in mijn huis. En dan doet hij dat niet. Ik heb nu bijvoorbeeld ergens de kerstboom staan. En daar gaat hij braaf omheen. Ja, virtuele muren, ja. En hier, ja, dit was altijd het probleem. Hier gingen ze altijd op plat. En deze die gaat gewoon lekker over die balkjes heen. En toestanden gaat hier ook gewoon door de tafel heen. Vroeger moest je alles gewoon opladen. En hij maakt alles schoon. Dus wordt er nog elke week gestofzuigd hier in huisje Teunissen? Nu, om de 2 weken gaan we nu maar eens stofzuigen. Ja. Eerst, en het is schoon. Als je met blote voeten loopt, is het ook gewoon goed. Ja. Oké, dus dit is voor Teunissen. Het huisje Teunissen is dit de gadget van 2019. Ja. En lekker praktisch, makkelijk en heel tevreden. Nieuw huisdier. Nou, hij is lekker bezig, maar je bent dus al gewoon. Hij is al gewoon schoon. Als je nu gewoon wil dat hij stopt, hoe werkt dat? Ja, dan. Nu zeg ik dan. George? Ja. Going back to the dog. En dan gaat hij gewoon terug. Couldn't find the dog. En dan. Closer to the dog. And close. Try again. Oh, ja. Mm. Dus hij is nog niet helemaal. Hij is niet helemaal thuis. Ja, hij moet nog een beetje weten dat hij eromheen gaat en zo. Precies, ja. Maar het mooie vind ik dat ze voor zo'n Chinees apparaat, dat ze zo echt geweldig Engels spreekt. Echt heel braaf, heel net. Heel braaf, ja. Oké, een tevreden familie. Going back to the dog. Eens kijken nog een keer. Going back to the dog. Kijk of hij het een tweede keer doet. Je moet om die, je hebt het toch in kaart gebracht. Je moet toch gewoon weten dat je om die stoel heen moet. Je moet niet de rechte lijn nemen, maar je moet weer gewoon om die stoel heen.
Stoffie 2.0. Ja, hij is echt aan het scannen. Dat is echt eruit aan het scannen. Hij is echt aan het scannen. Couldn't find the dog. Bring the robot closer to the dog. Oké. Okay. Alrighty.